Yo mensen van Het Kapitaal, het is weer tijd voor een nieuwe FIFA Ultimate Team met Timo. En voor als je dat nog niet wist, dat ben ik. Deze aflevering wil ik graag beginnen om te laten zien wat ik een hele tijd geleden al gedaan heb. Want deze gameplay is best wel oud en ik was best wel slecht en ik ben nog steeds best wel slecht. Maar dat maakt niet uit, ik heb iets gedaan. Ik ben namelijk naar de transfermarkt gegaan. En daar heb ik gezocht op een zilveren middenvelder. En niet zomaar een middenvelder, nee. Een Engelse middenvelder. En toen kwam ik dus op de een of andere manier bij deze dude uit. Ene Powell. En die heb ik toen gewoon snel gekocht met mijn lompe kop, want ik heb geen flauw idee hoe dit allemaal werkte. En ik had ook geen zin om te gaan wachten tot ik het hoogste bod had. Dus we ruilen eventjes deze centraal aanvallende middenvelder even met de keeper. Wacht. En we zetten Powell op de positie ter posities. Centraal aanvallende middenvelder. Goed, en nu zitten jullie waarschijnlijk van, dat team is nog steeds fucking slecht, dat klopt. Maar goed, we gaan een tegenstander zoeken. En dit is hem dan geworden. Nantes AS. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar volgens mij was dit niet zo'n heel erg sterk team. Ik zie niet heel veel groene lijntjes namelijk. En daar let ik eigenlijk alleen maar op. En de teamgeest is ook niet zo hoog, maar we gaan het zien. En in het begin van de wedstrijd komt Powell al meteen in actie. Die hier de bal prachtig volgeeft op de rug van Wilson. En diezelfde Wilson schiet de bal even later vol op de keeper. Maar dan slaat aan het einde van de eerste helft de FIFA AIDS toe. Want hier onderschept hij de bal. En ik weet niet wat ik hier aan het doen ben. Maar hij komt veel te ver naar voren. En dan, ja, dan schiet hij hem erin. Godverdomme. Ja, en dan is het dus 1-0 voor hem. Ja. Maar in de 87ste minuut kom ik hier terug met een prachtige voorzet. En hij komt hem dan... What the fuck doet hij daar? Ah, maakt niet uit. Dat hier in de extra tijd geef ik een prachtige steekbal op Diakapakuran. What the fuck doe je? Nee, het zat er niet meer in. Dus wordt het deze wedstrijd 1-0 voor hem. Maar dit alles was opgenomen in de tijd dat ik niet in vorm was. En dus is het tijd voor een potje dat ik zojuist heb opgenomen in mijn topvorm. Of ja, redelijk betere vorm. En allereerst gooien we Kuran eruit en wisselen we die voor Paboon. Want die is veel sneller en veel beter. En Kuran heeft nog geen fatsoenlijke goal gemaakt. Ja, weet je, dan maar geen groene lijntjes. Dan heb ik liever een betere spits voorin staan dan iemand die niks kan raken. En dit potje speel ik tegen Polona SRD. En dit is het team. Redelijk. Op zich. Ja. En na 3 minuten creëer ik hier al een hele kleine kans die gewoon, ja, niet echt mooi ingekopt was. Maar het had gekund. Kut Wilson. En dan is hij hier even later Pabon. En hij dribbelt even. Ja, het is niet echt een dribbel. Maar hij komt er wel mooi door. En als hij dan dit schot iets beter had gedaan, dan had hij er mooi in kunnen zitten. Oh ja, mocht je trouwens denken, waarom lekt dat beeld zo? Ik heb geen idee. Tijdens het opnemen had ik nergens last van. Alleen nu kijk ik er terug en ja, er zitten er toch een paar stutteringetjes in. Maar goed, ik kan daar niks aan doen. Het spijt me. Ik hoop niet dat het irritant is. Maar dan nu door. Want hier komt Loenbroeker. En die geeft hem voor op Wilson en dan... Zit hij echt in? Yes! Eindelijk kom ik een keer vroeg op voorsprong. 1-0 dus voor mij na 29 minuten. Oh nee, 23, sorry. Ik zag het verkeerd. En moet je hier trouwens eens kijken naar Pabon. Hij laat hier zien dat hij al veel langer in de selectie had moeten staan. Als hij deze bal niet zo ver voor zich uit had gespeeld, dan had hij hier erin kunnen zitten. En als de tegenstander niet zo goed zat te verdedigen, dan had hij hier ook mooi kunnen scoren. Maar zijn tijd komt nog wel. Ik geloof erin. Oh, pauze. Oké. Ook echt 1 minuut voor rust. Oké, ja, goed zo. En moet je hier in de tweede helft hier Pabon eens zien dribbelen. Oh, 4 spelers komen op hem af. En ze zijn allemaal niet sterk genoeg, want hij paast de bal gewoon rustig terug. En hij is fucking goed ineens. Ik weet ook niet waarom ik hem niet eerder heb opgesteld, maar goed. En kijk ook eens hoe hij hier wederom weer een belangrijke rol speelde in een prachtige aanval. Want hier dribbel. En dan geeft hij prachtig voor. En kijk hoe Powell hem niet. Oh, wat doet hij? En hier dan. Oh, en dan. Oh, en dat fucking veel geluk die dude, zeg. Jezus. En dat heeft hij eigenlijk heel de wedstrijd. Want ook hier kom ik weer prachtig door. En is het allemaal weer net niet. En hier, oh ja, moet Powell deze eigenlijk maken. Maar goed, dan staat die keeper er weer voor. En dan die had er eigenlijk ook in gezeten. Maar zit de keeper er weer voor. En dan hier komt hij weer terug. Weet je, kijk maar gewoon even naar het spelverloop met een mooi liedje op de achtergrond. Ik denk dat het nou wel duidelijk is, hè? Ja. Hij had fucking veel geluk de hele tijd. En dus eindigt deze wedstrijd met nog een laatste aanval van Frederiks die hem naschiet. En dus is het 1-0 voor mij geworden. Bam! 3 punten erbij. En ik zie dus eigenlijk dat we gewoon nog 4 wedstrijden hebben om die promotie te halen. En die halen we sowieso. En we kunnen misschien zelfs nog de titel halen.
Het zou toch helemaal te gek zijn? En ik denk eerlijk gezegd dat dat ook wel moet lukken. Dus mensen, bedankt voor het kijken naar weer een nieuwe aflevering van FIFA Ultimate Team met Timo. Vond je hem leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op het Gameportaal, volg mij op Twitter, @DesikTimo. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ciao.